Kijk, hallo kijkers, welkom bij deze nieuwe video. Dit is echt een hele rare intro, ik weet het. Ik heb vandaag 2 jaar mijn kanaal. Eigenlijk gisteren, maar toen kon ik geen video opnemen. Maar oké. En ik ben een beetje raar gekleed, ik weet het. Maar ja, ik wou een party outfit fixen. Dus ja, en dat heb ik eigenlijk niet. Dus ik heb gewoon maar random dingen aan gedaan. Oei, ja. Oké, like de video, let maar niet op mijn gezicht die helemaal volgetekend staat. Vandaag wist ik niet goed wat ik kon doen, dus heb ik besloten om mij te verkleden voor een partyvlog. Ik weet eigenlijk niet wat ik vandaag ga doen, maar ik heb nog wat tijd om na te denken. Terwijl kun je alvast liken en abonneren. Doe maar. Je krijgt nu de tijd. Heb je het gedaan? Oké, thank you. Ik weet niet echt precies wat ik kan doen vandaag in deze video. Dus eigenlijk zal ik mezelf laten zien en een beetje vertellen over mijn schooldag vandaag. Ik heb vandaag de corrida gewandeld. En het was 6,3 kilometer. Dat heb ik niet verteld in mijn YouTube short. Check trouwens ook mijn YouTube short. Wacht. Zo, mijn normale kleren. Ik heb dus de corrida gewandeld. En het was 6,3 kilometer. En ik was dus gewoon een beetje aan het stappen. En ineens, ik word omvergeramd. Dus ik val daar zo. Boom. En die guy die loopt gewoon door. Die zegt niet sorry. Hè. En ik laat zo mijn fles vallen. Gelukkig was die dicht. En ik... Wah! En ik zeg zo... Holy guacamole. En ik kom er zo recht. Want gelukkig had ik geen zeer. En ik pak zo mijn fles... En die loopt gewoon door. Wat een onbeleefderik. Hij zegt dat nog niet eens sorry. En we zaten dan zo met een hele massa kinderen. Zowel, lager als secundaire school, middelbaar, bla bla bla. Allemaal op elkaar gepropt. Van Wijnendalen, Torhout, Echtehem. Wat nog allemaal? Ja, nog allemaal dingen. Kortrijk. En wij zaten daar met een hele massa op elkaar gepropt van wandelaars. En dat was echt heel onhandig. Ja. Ik ga er een party outfit aan, trouwens. Ja. Dat was echt... En dan op het einde, wij komen aan de finish. Oh ja, trouwens. Toen we aan het wandelen waren, wij passeerden zo voorbij een veld, een maïsveld denk ik of zo. Ik weet het niet. En ineens, wij zien daar zo een veld. Ja, oké, we wandelen dus langs dat veld. En wij kijken zo. Wij zien daar iets in lopen. En er loopt daar gewoon een flipping hert. Een hert. En wij, oh my god, een hert! En er waren daar dus 2 people's in dat veld gesprongen, omdat er die hert zitten weg te jagen. Wat is er mis met hun? Waarom hebben ze dat gedaan? We hebben er geen foto van kunnen trekken, want de hert was al weg. We waren te laat. Ja, ik weet eigenlijk niet waar mijn tweede handschoen gebleven is, maar ja, maakt er iets uit. Zit dat hier niet in? Ja, boeit niet. Ondertussen heb ik al de helft kwijtgeraakt van mijn outfitje, maar ja, maakt niet uit. En toen we aankwamen, toen stond er daar dus een guy met eigenlijk een bak vol honderden flesjes water voor al die kinderen. En die heeft een aan ons. Dus ik drink daarvan en ik... Dat was echt zo flipping vies. Er ging iets in mijn haar. Dat was zo flipping vies. Ik had dat water gewoon over mijn kop gehouden. Het was toch verkoelend. En ik lustte dat toch niet. En het was gratis. Dat was zo flipping vies. Ik had dat gewoon over mijn hoofd gekieperd. Zo. En dan op de bus in het spiegeltje gekeken. Van hoe dat mijn haar eruit zag. Let me niet op mijn gezicht. Ik heb proberen een 2 te tekenen. Omdat ik vandaag 2 jaar dit kanaal heb. En daarom deze speciale lange storytime. Eigenlijk heb ik ook al een YouTube short erover gemaakt. Maar oké. Maar maakt niet eens. Pichu. Oké. Mag ik nogmaals vragen om te liken en te abonneren. Want keiveel mensen liken niet. Dus ja. En dat vind ik schandalig. Heb ik nog iets speciaals om te doen? Jutta heeft niks speciaals om te doen. Ah ja, reageer trouwens op welk tijdstip jij deze video kijkt. Ja, heb ik hier eigenlijk... Ja, ik heb dus nog een taakje. Ah, hier is mijn tweede handschoen. Oh nee. Ja, gevonden. Ha. En waar is die eerste nu eigenlijk? Ah, hier. Die heb ik hier achter gegooid. Gevonden. Ja.
Oké, Mephisto het fit is terug compleet. Bij mij zit het inmiddels 17 uur 15. Maar oké, dat boeit nu even niet. Ja. En we hebben ook een paar foto's getrokken, maar die kan ik jammer genoeg niet tonen. Ja, voor de rest hebben we eigenlijk niks speciaals gedaan. Een paar mensen gezien die ik kende. Oh, kijk, je kunt dat zo rond je vinger hangen. Wow, yo, je kunt dat zo met een lusje rond je vinger hangen. Ik wist dat niet, bruh. Ik wist dat niet. Ik heb dat zeker al 10 jaar daarin zitten en ik wist... Oké, boeie. Verder over die corrida. Het was zo warm. Gewoon zo warm. En dan kropen wij die bus in. Hè. En dat was zo'n oude bus zonder gordels, je weet wel. En met stinkgordijnen en nog allemaal dingen. En wij kruipen in die bus. Dan is dat nog warmer. We hebben daar geen lucht. Dan ineens... We merken dat het raam open kan. Iedereen verfrist. Ja, en dan waren we buiten de bus, waren we terug aangekomen op school. En gebeurde er eigenlijk niks speciaals meer, maar oké. Ja. Ik weet zelfs niet waarom ik deze rare video maak, maar oké, maakt niet uit. Ik hoest tegen die handschoen. Komt, op welk tijdstip jij deze video kijkt, anders krijg je dit vieze gehoest aan je gesmeerd. Je hebt het niet gedaan? Zo. Oké. Oh! Tik daarom, het is karma. Het is 17 door 17. Oké, een boei. Ja. Ik heb een idee. Ik ga zoveel mogelijk hoofdtextels op elkaar aandoen. Ik ga nu zoveel mogelijk hoofdtextels halen. Even wachten. Kijk eens, er zit hier iets verstrikt. Ja, zo. En dan heb ik er hier nog één. Zo, oké. En nu gaan we proberen die allemaal op elkaar te doen. Oké, hoe gaan we dat doen? Misschien moet ik beginnen met deze daarop te zetten. Zo. En dan zo te doen. Dit ziet er nu al heel raar uit. Maar oké. Zo. 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 Oh my god, help me. Oké, dit zijn alle hoofdtextels. Die ik heb... wat? Nee. Oef. Zo, ja, oké. Like de video voor ik dit allemaal van mijn hoofd gooi. Ja, oké, de helft is ervan op de grond gevallen, maar oké. Ja, oh, kijk. Ik heb er nog 2 aan. Oké. Dit is aan niet normaal. Maar oké, waar gaat deze video heen? Oké, boeit niet. Ik denk dat we dan deze rare video gaan meenemen. Hey, kijk. Ik ga in de lucht. Oké. Ik vlieg de lucht in met mijn vleugels. Oké. Check trouwens eventjes wat er allemaal op mijn gezicht staat. Met dank aan mijn vloeistift. Voor de mensen die echt willen die vloeistift zien. En hier de stilo om 2 te schrijven. Die eigenlijk echt totaal mislukt is. Maar oké. Okay. Ja, dan gaan we nu deze video beginnen. Oké. Vonden jullie deze video leuk? Doe dan een duimpje omhoog en dan zou ik zeggen... Wauw, 10 seconden stilte om mij te bedanken voor de 2 jaar. 2 jaar ellende. Oké. Okay. Oh ja, maar nu ben ik niet stil. Ik tel wel in mijn hoofd. Oké, dat waren 10 seconden. Ja, en dan moet ik nu die hele bazaar hier opruimen. Voor de mensen die niet geloven dat er echt zoveel op de grond ligt. Het is hier echt vreselijk, oké? Oké. Oké, heel die bazaar moet ik dan nog gaan opruimen. Maar oké, vonden jullie deze video leuk? Doe dan een duimpje omhoog en dan zou ik zeggen adios!